Ja, hij doet het. Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Dat is ook een grote getale. Bij de ene laatste aflevering van dit seizoen Operatie Interview. Het bijzondere aan het programma is dat zo direct onze hoofdgast helemaal niks weet en u eigenlijk alles weet. Hoe zit het in elkaar? Onze hoofdgast zit achter die deur. In de aanpalende ruimte hiernaast zitten de drie geheime interviewers, die ik net natuurlijk uitgebreid gesproken heb, die best een beetje zenuwachtig zijn. Daar kunt u wat op anticiperen door ze direct een groot applaus te geven als we ze naar binnen halen. Maar het bijzondere is dat zij zo direct in die hoek aan mij gaan vertellen, en daarmee vooral aan u, wat hun bedoeling is. Wat is hun strategie? U gaat dus letterlijk live meekijken naar een interview waar u eigenlijk alles weet. Wie de interviewer is, hoe hij het wil aanpakken, wat de strategie is en wanneer het interview wel of niet een succes is. Dit is de ruimte waar het allemaal gaat plaatsvinden, de operatiekamer. Elk interview duurt 12 minuten en daarna zullen we dus nog nabeschouwen. Tot zover. Wij gaan richting de introductie van onze gast. Dames en heren, onze gast werd geboren in 1947 te Rotterdam. 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. André van Duin. Het is 1964 en André breekt door in de Afro-talentenjacht Nieuwe Oost. Geen mens, geen dier, nee, niemand om me heen. Ik zing alleen mijn liedje. Zo romantisch hier. In 1967 zijn veel te televisie met de zogeberoemde revue-shows. Nou, ik vind het een beetje kale boom met al die plastic planten. Ja, wat voor hond is het? Zal maar zeggen, je hebt hem zo. Zo is die. En dan hier staat hij op en daar zo. En dan hier blaft hij en hier niet. Eerste gedicht dat ik al voorlezen, hij heet Zwart. Zwart, pik zwart, reten zwart, zwart als roet, schijper in een palletje, schijper in mond. Ja. Dus ik ga weer afscheid van u nemen met mijn wekelijkse kreet. Ook namens Ria en de rest van de regering. Tuut, 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 de groetjes van Ruud. Bankspreken. Dat is heel erg moeilijk, bankspreken. Je moet namelijk zodanig bankspreken als dat de mensen in de zaal niet in de gaten hebben dat je... met je... bankspreken. En vanaf 1973 begint hij samen met Ferry de Groot en de Dik voor Mekaar Show. Is hij weer, hè? Nou, is dat lang geleden, mensen? Een week, Dik. Hè? Een week. Ja, natuurlijk een week. Het is elke week een week. Evert, stel hè, ik schrijf een dagboek. En nu is hij te zien als acteur in de beroemde serie De Geheime Dagboeken van Hendrik Groen. Als het me niet mijn aanleunwoning gaat kosten. Waar is het tuinpad van mijn vader? Zag ik de hoge boom. Dames en heren, vorig jaar verkozen tot populairste Nederlander André van Duin. Martijn. We gaan die kant op. Oké. Okay. En dan eentje doorlopen. Ja, ja. Naar die. U dus werd een soort surprise party zo door zijn deur in de volle zaal. Net was ja. Helemaal leeg nog, ja. We spraken elkaar, u werd gezenderd. Dus dat ding naast uw wangen hangen. Ja. En toen zei u, het vroeg ik of u eigenlijk zenuwachtig zei. Ja, maar nou, jij hoor, want u klinkt zo. Gaan we je doen. Ja. Toen zei je, nou, meestal zijn de journalisten heel zenuwachtig bij mij, want er komt meestal niks uit. Nee. Ja. Nou, niet wat ze zoeken in ieder geval. Ze proberen altijd een diepgravend interview, maar ik ben niet zo diepgravend. Ik heb alles wel geheim, al mijn geheimen wel prijsgegeven, geloof ik, intussen. Dus ik kan me voorstellen dat ik nog iets heb dat ze zeggen, nou, nu hebben we hem. Ja. maar zoeken ze iets wat er niet is, of zoeken ze iets wat u goed verborgen had? Ik denk dat ze iets zoeken wat er niet is, want ik zou niet weten wat ik verberg. Nee, ik heb niks. Nee. Er zijn geen dingen waar ik nooit over praat, nee. Goed. Nou, we zullen zien of dat hetzelfde blijft na deze middag. Ook interessant is, als je natuurlijk in de aanloop naar zo'n middag als dit, valt op dat u bij alles en overal bijna wel de regie houdt. En dan doet u mee in het programma waar u dat nou helemaal moet loslaten. Ja, dat vind ik niet erg hoor. Nee? Nee, ik laat me graag verrassen. We praten van improviseren, dus dat vind ik wel leuk, ja. Wat gebeurt er eigenlijk als je geen zin hebt om antwoord te geven? Dat ligt aan wat ze vragen, maar dan draai ik er een beetje omheen. Of ik koffer zelf op een ander onderwerp. Ja, dat geloof ik. Dat doe ik niet bewust hoor, maar dat gaat onbewust. Dan weet ik eigenlijk niet wat ik dan doe. Maar geef je over in een interview? Laat je je leiden waar je is? Ja, ik ga niet bijvoorbeeld deuren dicht doen of zo. Daar praten we niet over of dat zeggen we niet. Nee, ik ben altijd open, ja.
Bestaat er ook nog iets als gezonde spanning voor een middag als deze? Dat je voor een optreden of... Nou, nee. Ik word ook heel veel geïnterviewd. En de interviewers ken ik nooit. Tenminste, er komt altijd een journalist of wat dan ook. Die ken ik ook niet. Dus dat, wat dat betreft is niet zoveel anders als dat een ander interview is. Misschien ken ik ze nu wel. Ik beloof je vooraf dat dat vandaag anders zou zijn. Oké. Ik laat me verrassen. Ja. Is er dan iets, want het blijkt natuurlijk dat je er dan weinig vijanden of geen vijanden hebt gemaakt. Is er nog iemand van je zegt, als we die maar niet door de deur laten komen? Nee, niemand. Nee, echt niet? Nee, ik heb echt niemand dat ik zeg van, als die maar niet binnenkomt. Nee, ik zou niet weten wie. Nee. Maar hoe kan dat nou? Je hebt toch ook wel eens gewoon menselijk een hekel aan iemand? Ja, nee, niet echt een hekel dat ik ze niet wil ontmoeten of zo. Nee, ik vind iedereen wel interessant om mee te praten. De ene vind je aardiger of leuker dan de andere. Maar ik heb niet echt mensen waar ik een hekel aan heb van, die wil ik absoluut niet ontmoeten. Nee. Draai hem om. Is er iemand van je denkt, dat zou ik wel heel leuk vinden? Ja, dat is eigenlijk het omgekeerde antwoord. Ik vind iedereen goed, die binnenkomt. Ik vind altijd mensen die ik ken, sowieso vind ik altijd leuk als ik ze weer opnieuw tegenkom. Maar de meeste kom ik altijd wel heel veel tegen. Er zijn bijna mensen die ik heel lang niet gezien heb. Dus wat dat betreft, ik weet het niet. Laat maar omheen komen. Zullen we dat met die zin naar de operatiekamer gaan? Tuurlijk. Ik ga je meenemen. Okay. Kom mee. Ik ga je op die stoel zetten. Ja. Nou, kan je door deze plank direct niet zien wie er binnenkomen. En met die koptelefoon op kun je ook niks horen wat er gezegd wordt. Ik wil even van de techniek horen. Wat gaat meneer Van Duin op zijn oren horen? Ja? Ja, okay. Zeg het maar, want wat horen we? De Dick van Bagage, ja. Dat is de tune van Harry Mancini, hè? De 76 Trombones. Ja, en een favoriet, hè? Favoriet. Ik hoor hem erg vaak, maar het is... Ik ben zelf meer van een beetje Franstalige muziek, vind ik heel leuk. Okay. Charles Aznavour, dat soort werk. Dus, maar goed, hier kom ik ook wel heen, hoor. Gaat het lang duren? Nou, 8 minuutjes. Dat redden we. Heel goed, succes. Ik neem afscheid. Ja. Tot zo. Goed, mijn dames en heren, dan is dit het moment dat ik mijn andere kaartje erbij pak. Want ze zijn inmiddels van die ruimte hiernaast, zijn ze hier naar achter de deur gekomen. En ik ga u vragen het applaus te geven bij de volgende introducties. Dames en heren, de eerste die naar binnen komt, die ook de eerste interview gaat doen, is een talent. Wacht er nog, ik ga hem eerst introduceren. Televisiemaker schrijven. Hij werd bekend met de documentaire Een man weet niet wat hij mist. En het project Superstream Me. Hij werd vernoemd voor de Sonja Barend Award. Hij won er niet, maar was wel genomineerd. Een groot talent in de journalistiek. Dames en heren, niemand minder dan Tim den Beste. Hi. Ga zitten. Dankjewel. De volgende gast is de grande dame van het theater. Ze is ook actrice en ook prestatrice. Maar ze werd eigenlijk wereldberoemd in heel Nederland door maar één zin. Met de assistenten, u kunt de rest wel raden. Carrie Tefse. De derde en laatste die hier achter de deur staat is een van de meest gevierde scenario-schrijvers van Nederland. Hij schrijft heel veel voor theater, maar ook televisieseries. Onder andere de series Gooise Vrouwen, Het Schaap met Vijf Poten en De Familie Kruis. Dames en heren, Frank Houtappels. Nou, dat was wel lekker om even al in die ruimte hiernaast te horen. Hè? Mm-hmm. Geeft toch niks prijs. Valt niks te halen. Tim, jij gaat beginnen zo? Ja. Ik moet? Ja, je moet zo. Hoe ga je dat doen? Ik dacht eerst ga ik een beetje heel aardig zijn. Een beetje complimentjes uitdelen. En dan langzaam wil ik toch wel echt meer weten van wie hij nou is. Want we kennen volgens mij een hoop feitelijkheden. Maar we weten niet echt wat hij vindt. Wat hij zou stemmen. Wat er nou echt in hem omgaat. Ik heb nog even gegoogeld vanmiddag. Er is gewoon bijna niks over te vinden. Hij spreekt zich eigenlijk maatschappelijk op geen enkele wijze uit. Nul. Ook niet over homoseksualiteit. Gewoon helemaal niks. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Waarom dat zo is. Of dat een bewuste keuze is. En of het hem misschien ook wel heeft geholpen. Om dat allemaal niet te doen? Ja, als je een soort onbeschreven blad bent, dan kunnen mensen ook heel veel op je projecteren. Dan kunnen mensen je ook heel leuk vinden als ze toch niet echt iets van je weten. En je bent er wel van overtuigd, wat doe je nou als hij zegt, ik begrijp dat je het allemaal wil weten, maar ik zeg daar gewoon niks over. Misschien juist om dat te handhaven wat je net beschrijft. Mm-hmm. Nou, dan is dat ook goed, maar dan weten we dat. Ja, maar dan leg je het er niet bij neer. Zeg even dat je na 3 minuten hebt. No,
ja, nee. Nou, vraag ik gewoon wel verder. Maar het gaat me niet om dat hij vanavond of vanmiddag gaat zeggen wat hij stemt. Maar meer waarom we dat überhaupt niet weten. En of dat een bewuste keuze is. Hij hoeft niet iets te gaan vertellen wat hij niet wil vertellen. Okay. Maar dan wil ik wel weten waarom niet. Dus eigenlijk voor jou is het interview geslaagd als we eigenlijk meer van hem weten op een aantal maatschappelijke standpunten? Nee. Ik hoef niet per se zijn maatschappelijke standpunten te kennen. Maar ik wil weten of het een bewuste keuze is dat we ze niet kennen. En misschien zegt hij wel, ach, nou, maar ik stem PVV, dan is dat ook goed. Maar ja, nee, ik ga er best wel open in. Ik hoef niet per se allerlei dingen te weten die ik nog nooit heb gelezen. Maar ik wil wel weten waarom het is zoals het is. Helder. Dankjewel. Carrie Tefse, ontzettend vereerd en fijn dat je er bent. Dat geldt natuurlijk voor alle gasten. Maar bij jou zeg ik het even extra, want het is niet jouw natuurlijke ding, hè, interviewen. Nee, helemaal niet. Ik hoef niet alles van mensen te weten. Nee. En dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik ja had gezegd hier. Ja. Dus, ja, ik ben soms wel nieuwsgierig, maar ik vind de privacy van mensen waarschijnlijk vanzelfsprekend. Dat ik niet meteen de hoed en de rand, dat hoeft niet. En vooral dus met André is het zo geweest dat ik met hem gewerkt heb. En ik merk dat hij altijd toch een beetje behoudend. Hij is een man die inderdaad niet alles laat zien. Nou, als hij dat dan zo wil, dan vind ik dat ik niet van alles aan hem moet vragen. Maar goed. Jij kent hem lang, ja, maar niet goed hem dus heel eigenlijk. Lang, ja. Maar dus eigenlijk niet goed. Je kent hem lang, maar niet goed. Nee. Ik heb een heel seizoen met hem gewerkt in de revue. En dan is het wel weer zo dat hij dan niet zoveel met mij omging, maar wel met Frans van Duschoten, die de aangever was. En dat was Corrie natuurlijk van Gorp, gewoon werk, hè? Ja. Dat was werk. En ik kwam er dan. Ik werd eraan toegevoegd als leading lady. Ja. Maar kijk, hij gaat aan zo'n programma meedoen. Ik vind het natuurlijk heel leuk dat je meedoet. Hoe ga je het aanpakken? Ik zal me eraan herinneren dat we zo begonnen zijn. En daar begint het mee. En ik denk dat ik het dan gewoon maar een beetje op zijn beloop laat. Iets is dat ik ook nu in meneer Groen ga, in Hendrik Groen. Dus dan ga ik weer toch een vrij intense samenwerking hebben met hem. En daar verheug ik me ontzettend op. Dat is natuurlijk wel een bijzonder iets, dat iemand toch in de herfst van zijn carrière, dat hij natuurlijk nog aan zo'n nieuw iets begint, dit soort serieus acteerwerk. Ja, dat vergt ook wel maar moed. Dat is zeer bewonderenswaardig als je dat durft. Kun je daar met elkaar, is dat een gespreksonderwerp? Daar kunnen we het over hebben. Oké. Ja. Wat is voor jou, wanneer is het voor jou geslaagd, het gesprek? Ik denk daar niet over. Nee, zo open ga je erin. Nee, ik weet helemaal niet of het slaagt. Ik hoef niet te slagen. Nee, ik vind het leuk om met hem te praten. En nogmaals, ik ben geen journalist die alles wil weten wat erachter zit. Nee, maar wij zoeken niet, dat is juist ook het leuke van dit trio zoals het hier voor mij op de bank zit. Wij vinden het juist leuk om drie verschillende mensen te hebben die op een verschillende manier. Nou, voorlopig zijn wij heel, heel verschillend. Ja. Misschien blijkt jij straks een keiharde journalist. Ja, dat zou zo kunnen. Dat zou zo kunnen. Ik ga naar Frank Houtappels. Bij jou is iets, in mijn voordeel wat wellicht ook een nadeel kan zijn, is dat je best tussen jou en André het een vriendschap kan noemen. Mm-hmm. Vind je een voordeel of een nadeel? Een nadeel, nu ik hier zit, vind ik het een nadeel. Ja. Ja. Waarom? Nou, het begint als een soort gimmick. En ineens is het concreet. En ik zal je vertellen, wij zitten net achter daar in een scherpje en we zien die mensen binnenkomen. En ik heb net tegen de vriend van André, de man van André, keihard zitten liegen dat ik nog onderweg was. En, terwijl ik zag op een scherm dat hij me aan het bellen was. Ja. Het voelt heel erg vals. Ik denk dat de vriendschap wel aan kan, deze deuk. Maar even, hoe ga je het aanpakken? Wat is voor jou de gesprekslijn? Ik probeer er door heel open in te gaan. Tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat het iets is waar mensen naar buiten lopen. Dat ze denken, goh, ik wist meer dan ik wist toen ik hier naartoe kwam. En
Ik heb in tegenstelling tot mijn collegaatjes hier, ik heb... Hou vast. En als ik echt niet meer weet, zeg ik tegen André, ik trek een kaart. En, Maar wat ik ook bij aardig vind, is je hebt echt een soort doos vol met anekdotes, voorvallen die niet alleen met hem te maken, maar ook met jullie samen wellicht. Wat ga je daarmee doen? Want je hebt een paar anekdotes die hoop ik dat je ten tonele brengt vandaag. Ja, nee, nou, dat is nou net het vervelende. Ik wil niet uit de school klappen. Als je een vriendschap hebt, dan wil je niet uit de school klappen van dingen die in je vertrouwen zijn verteld. En dat is wel waar. Dat het is niet zoveel, want hij is een heel open iemand. Maar ik wil niet refereren aan dingen die in vriendschap besproken zijn. Dat begrijp ik. Maar er is wel één dingetje wat ik wel ga adresseren. En dat ga ik daarvoor dadelijk bewaren. Nee, ga ik nu nog niet zeggen. Nee. Nou, met die teaser, dames en heren, gaan wij ons klaarmaken. Tim, dat betekent dat ik jou ermee ga vragen. Moet je even achter me blijven staan? Wacht even. Ja, ik heb hem nou al gehoord, ja. Juist. Wij zijn er klaar voor. Jij ook, ja. Onze eerste interviewer. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Ik ben Tim. Hallo, Tim. Tim de Beste. Ja, Tim. Ja, ik ken je wel, of niet? Ja, nee, niet persoonlijk. Niet? Oh, nee. Komt bekend voor. Bekend gezicht. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Nou, hartelijk welkom. Mijn eerste herinnering aan... Mag ik je zeggen? Alsjeblieft. Ja. Is pizza. Pizza. Oh, pizza. Pizza. Ja. Ayoé. Te gek je heen. Ja. Toen was ik denk ik zo. Ja. Mocht ik nog opblijven? Ja, dat hoor ik steeds meer. Ja. Ze worden steeds ouder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik vroeg me af. Ik ga het er even bij halen. Ik las namelijk, het werd net al even genoemd, maar ik wilde even oplezen. André van Duin, populairste Nederlander. Uit het tweejaarlijkse cultuursector Merkel-onderzoek blijkt dat de 71-jarige André van Duin de populairste Nederlander is. En André is niet alleen populair, hij is ook een sterk merk. Als het gaat om bekendheid, waardering en gevoel van binding. Ja, sterk merk. Ik ben een sterk merk, ja. Ik heb er nooit iets van gemerkt. In de zin van dat je zegt van nou, ik kan er iets mee. Maar vorig jaar was ik het sterkste merk. Al een paar jaar, geloof ik. Ja, en de populairste Nederlander. Ja, maar ik weet nooit hoe dat gemeten wordt. Nou, dat staat eronder. Dat ja, maar ik bedoel, gaan ze langs de deur? Want zo'n onderzoek gaat altijd zo... Er worden 100 mensen ondervraagd en die zeggen... 3500? 3500. Nou ja, van de 17 miljoen, geloof ik, is dat een klein gedeelte. Maar inderdaad, ik merk nooit dat de mensen echt een hekel aan me hebben. Nee. Ik heb eigenlijk nog niks gevraagd, nee. Maar er zijn wel een hoop antwoorden gekomen. En je was het vooral aan het downplayen een beetje. Nou ja, ik ben altijd vrij bescheiden. Ik ben nooit van, ben zelf niet zo hoog van de torenblazen, in ieder geval over mezelf. Nee. Maar als we dan toch even naar dat moment gaan. Hoe kreeg je dat te horen, dat je de populairste Nederlander was? Nou, populairste Nederland weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet wel het sterkste merk. Hè? Dat las ik gewoon op internet, geloof ik. Ja? Het sterkste merk. En er stonden een aantal namen. En daar stond ik ook bij, ja. En gewoon in je badjas op een woensdagmiddag? Op een badjas weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zat het internet. Wat ik elke dag kijk, wel even op internet. Of ik heb geabonneerd op Google. Dus op je eigen naam. Dus als er wat over je geschreven wordt, dan lees je dat meteen. Google Alert op André van Duin. Ja. Ja? Ja. Maar wat voelde je dan? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, wat is het sterkste merk en wat houdt het in? Dus ik dacht meteen, goh, we gaan er iets van meemaken. Maar je maakt er helemaal niets van mee. Nee. Het staat alleen maar in de krant. En verder is het niet een ding waar je ermee kan doen. Nee. Dus je werd er niet gelukkig of blij van? Nou ja, het is hartstikke leuk als mensen zeggen, god, je bent populair. En nee, je bent het sterkste merk, wat het ook is. En maar ik kan er verder niks mee. Ik bedoel, het is hartstikke leuk om te lezen. Geweldig. Ja. Ja. Het is beter als het staat, André van Duin is onverkoopbaar. Dat kan ja. Maar het beste merk, nou prima. Maar. Verschrikkelijkste Nederlander. Ja. Ik vraag het ook een beetje, omdat ik ging me een beetje verdiepen in André van Duin. Voor zover ik nog niet, ik had het idee dat ik wel een heleboel wist. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Is dat zo? Het enige eigenlijk wat ik weet is dat je niet zo van zoete taartjes houdt. Ja. En verder? Nou, niet hou. Ik vind het wel lekker. Met een verjaardag wil ik wel een soutaatje hebben. Maar ik ben meer van de harte gehouden. Ja, maar een heleboel feitelijkheden. Maar niet bijvoorbeeld wat er nou in jou omgaat. Of wat je stemt. Nou, of wat je... Is dat bewust? Nee, als mensen iets aan me vragen, geef ik altijd een antwoord. Er is bijna nooit dat ik zeg, van, nou, daar geef ik geen antwoord op. Dus dan hebben ze dat waarschijnlijk nooit gevraagd. Is dat echt zo? Ja.
Maar ik stem. Ik stem meestal VVD. Yes, ik heb hem. Hij stemt VVD, jongens. Nou, dit hadden we niet gedacht. Nee. Maar dat is het enige wat ik denk van... Nou ja, dat is de enige vraag eigenlijk die erin zat. Maar ik heb verder geen... ik kan me vragen wat je wil. Maar is dat dan... Oh, dat vind ik heel grappig. Want ik had dus helemaal... Ik had helemaal bedacht... Nee, het is André van Duin. En die maakt grapjes, staat op een podium, acteert. Hm? Ja. Dus die wil graag een beetje neutraal blijven. Zodat je niet je privéleven meeneemt in de rol. Dat doe ik ook altijd, ja. Ja, ik probeer nooit... Ik heb nooit geen mening op toneel of zo. Mijn grapjes zijn altijd vrijblijvend. Mm-hmm. En daar kun je verder geen kant mee op. Ik ben geen cabaretier natuurlijk. Die een boodschap... Ik heb helemaal geen boodschap. Ik heb niks te vertellen. Mm-hmm. Ik probeer alleen maar de mensen, tenminste dat deed ik altijd, de mensen aan het lachen maken. Dat is eigenlijk de enige. Ja. En voelt het dan nu als een bevrijding dat je hebt gezegd dat je VVD stemt? Nee. Wat gaat er nu door je heen? Nee, er zijn wel meer mensen die weten dat ik VVD stem. Maar ik vind het ook niet zo'n optiebare bericht, want ja, je stemt iets. Ja. Toch? Dus daar zat helemaal niets achter van... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik stem VVD en vraag me niet waarom. Want ik had ook wel iets anders kunnen stemmen. Ja. Maar ik ben dan niet zo bezig met politiek dat ik heb helemaal niet... Ik weet helemaal niet waar ze voor staan eigenlijk. Ik weet dat Rutte is het hoofd van de stam. En verder heb ik geen zo'n... En ik kom veel, ja, ik kom wel veel VVD'ers tegen, geloof ik, hè? Erik, Terpstra kom ik vaak tegen. Dus ja, dan raak je daar misschien een beetje mee bekend. Ja, en dan denk je op een gegeven moment in het stemhokje, nou, dan stem ik hier ook maar op. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb niet echt een reden ervoor eigenlijk om erop te stemmen, ja. Nee. Okay. Ik vroeg me nog iets anders af. Je hebt je ook nooit heel erg uitgesproken over homoseksualiteit. Nee. Niet op de barricade gestaan. Nee. Ik vind dat ik als bekende Nederlander genoeg, het is algemeen bekend, tenminste neem ik aan, dat ik homoseksueel ben. En dat vind ik dan voldoende. En heel veel mensen hebben daar steun aan. Die zeggen, nou ja, als hij het is, dan kan het toch wel goed met je komen. Mm-hmm. En verder hoef ik niet daar nog extra dingen voor op de gay pride boot en zo. Nee, ik ben schreeuwen niet Duimboot. Van de daken. Nee. En ook omdat ik altijd natuurlijk als komiek was ik altijd een beetje... Ja, ik heb altijd losers gespeeld. Een beetje een rare typetje met een hoedje en een jas en zo. Aseksuele typetjes had ik altijd die daar helemaal niet mee bezig waren. Waar de mensen volgens mij ook helemaal niet over nadachten. Van god, misschien doet die man het ook nog wel met iemand anders. Dat waren gewoon... Ja, een beetje boerenlulle typetjes die ik altijd speelde. Dat ligt mij gewoon lekker, een beetje de underdog spelen. En dat kwam dat meestal ook niet in vraag. Maar dan vond je dus, omdat je die lulletjes speelde, wilde je dan niet dat mensen dan... ze mochten prima weten dat je homo bent, maar niet te veel of zo. Nou, niet te veel. Dat kwam verder niet te sprake. Zoals jij je vraagt ernaar, dan geef ik er een antwoord op. Ja. Maar ik ga niet zeggen, maar niet aanbellen van mevrouw, maar ik wil even vertellen, ik ben homoseksueel. Dat is ook weer. Nee, maar dat snap ik ook wel. Dat doe ik ook niet. Nee. Maar ik doe... Nee, nee. Of wel. Zit er nu iemand in de zaal die zegt dat ik dat wel heb gedaan? Nee, maar ik ben zelf ook homo. Ik voel me wel eigenlijk ook steeds meer een beetje verantwoordelijk. Ja. Dus als ik een uitnodiging krijg om op mijn middelbare school te praten of weet ik veel wat, over tolerantie of over homo zijn, dan voel ik bijna, dan voel ik gewoon van binnen, dit moet ik doen. Ook al heb ik er geen zin in, ik ga dit doen. Maar dat doe ik ook. Als mensen erover willen praten, praat ik er heel graag over. En dan worden in interviews komt het altijd wel even te sprake en zo. Maar ik zeg al, omdat ik mij niet... Ik ben, als ik naar buiten loop, als ik samen met Martin, met mijn man naar buiten loop, ja, dan weten ze, daar lopen twee homoseksuelen. Ja. Dat weet je al gewoon. Dus iedereen weet het. Dus ja, wat moet ik er verder nog over vertellen? Dus ik kan niet roepen, nog meer laten zien dat we het zijn. Nee. Ik vind voldoende. En zoals wij leven, dus mensen denken, nou, er zijn geen normale mensen, die leven gewoon, die gedragen zich normaal. En die hebben er verder geen problemen mee. En als er bijvoorbeeld... het lijkt erop dat in Amsterdam bijvoorbeeld de laatste tijd... het geweld tegen homo's weer toeneemt. Dus in ieder geval, er zijn best wel wat gevallen bekend. Ja, maar niet alleen bij homo's natuurlijk. Niet alleen bij homo's, maar ook wel bij homo's. Ja. Maar het is ook omdat het meer... Kijk, de sociale media, ja, dat is een olievlek. Dus het wordt ook veel meer bekend natuurlijk. Vroeger werden er heel veel dingen niet bekend. Dat geldt zowel voor homoseksuelen als voor heteroseksuelen. Alle dingen die gebeuren, die hoor je ook meteen. Dus je hoort ook veel meer. Mm-hmm. Daardoor lijkt het, denk ik, ook vaak dat er heel veel meer gebeurt dan vroeger. Maar ik weet niet of het zo is. Nee? Nee. Het wordt gewoon veel meer bekend en veel meer over gesproken. Ja. En de kranten nemen dat gelijk over natuurlijk. Alhoewel de kranten nu eigenlijk... tweede plaats komen, want de social media is natuurlijk veel sneller. En dan heb je nooit het gevoel om je misschien als
bekende, meest populaire Nederlander uit te spreken tegen dat geweld? Natuurlijk ben ik daartegen, maar ik doe het al omdat ik al openlijk homoseksueel ben. Mm-hmm. Dus dat doe ik al. Dus wat moet ik dan nog de krant gaan bellen van ik ben er ook tegen? Natuurlijk ben ik daartegen. Maar ik ben tegen, ja, ook als heteroseksueel in elkaar geslagen worden, vind ik ook vervelend. Ja? Dus dat heeft, vind je dat vervelender dan? Dat vind ik net zo vervelend. Ja, dat maakt me niet zoveel uit wie er in elkaar geslagen wordt. Als het verder geen reden heeft, dan is het natuurlijk onzin om iemand in elkaar te slaan, toch? Nou, maar ja, sowieso. Maar ik kan me zo. Ik dacht, als ik naar Aldo Heuvelui zou zijn, dan heb je een gigantische bekendheid. Hmm. Gewoon, ik denk dat er niemand is in Nederland die niet weet wie jij bent. Ik vind het steeds een beetje raar om je te zeggen. Dus ik ga een beetje u bent. Wat je wil. Dan zou ik denk ik toch die impact van mijn naam willen gebruiken. Die gebruik ik ook, want ik ontken het niet. Ja, maar om gewoon met je man over straat te lopen. Ja, dus ik ben het al openbaar. Dus er zijn heel veel homoseksuelen die, daar is het niet van bekend dat ze homoseksueel zijn. En daar heb je dan ook niks aan. Dus die moeten wel af en toe op de barricade gestaan om te roepen van ik ben ook homoseksueel. Ja. Maar dat heb ik al geroepen. Dat roep ik al, nou, 60 jaar. Ja, oké, duidelijk. Als je kijkt naar het imago van André van Duin. Is dat dan iets waar je heel erg mee bezig bent? Doe je daar bepaalde dingen voor? Of is het allemaal gewoon een beetje zoals het lijkt? Is gewoon een beetje wat het is. Ik ben zoals ik ben en ik gedraag me niet anders dan dat ik me voel. En ik doe me niet anders voor. En ik ben altijd tegen mensen altijd heel aardig, vriendelijk en beleefd. En ik neem er ook de tijd voor. En ik heb geen... zoals ik overkom bij de meeste mensen, zo ben ik ook wel. Ja. Heb je dan wel eens gehad in je leven dat mensen je een bepaalde richting op wilden duwen? En ben jij dan degene die zei, dit gaan we niet doen? Een andere richting op duwen? Hoezo? Imagotechnisch. Maar dat heeft nooit iemand bij mij gedaan. Ik ben altijd een beetje eigen baas geweest. Dus ik heb altijd zelf wel bepaald wat we gingen doen en wat we gingen doen. Ik ben een aantal mensen in mijn leven tegengekomen waar ik heel dankbaar voor ben. Die me een bepaalde kant hebben opgestuurd. Joop van den Ende bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een bekend voorbeeld dan natuurlijk. En de mensen waar ik mee gewerkt heb. En je gedraagt je altijd, of je wordt altijd zoals de mensen waar je mee omgaat. Dus dat, je pas je dan aan. En ja, op een gegeven moment word je dat geldt voor iedereen in zijn leven. Je wordt een beetje geleid. En op een gegeven moment word je iets wat je misschien niet wou worden. Maar of je wordt het wel. Is dat zo? In mijn geval. Ben ik geworden wat ik wou worden, als ik vanaf kind af aan al artiest wilde worden. Of grappenmaker in ieder geval. En andere mensen willen misschien, weet ik veel, automonteur worden en die worden goudsmid. Maar dat is maar net waar je mee omgaat en mensen die je tegenkomt. En die zeggen, god, je bent zo handig met je handen. Je bent misschien veel mooier als je juweeltjes gaat maken, als dat je die uitlaatpijpen aan elkaar knoopt. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Dat is, ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar als je toch een keertje doodgaan. Ja. Wat hoop je dan? Er komen natuurlijk allemaal van die necrofielen. Nee, niet necrofielen. er komen allemaal van die necro's op tv. Wat hopen ze dan? 8 seconden. Wat hopen ze dan dat mensen over je zeggen? Grootste compliment. Nou, dat is ontzettend. Dat heel veel mensen erg veel hebben gelachen om mij en dat ik ze op bepaalde mensen heb geholpen en dat ze me dat ik ze heb geholpen. Ik krijg heel veel brieven van mensen en telefoontjes en kaarten en dingen die mensen in moeilijke omstandigheden dat ik ze een lach heb bezorgd of een bepaald houvast, zowel met de serieuze mooie liedjes maar ook met alle grappenmakerij die ik gedaan heb. Dat de mensen daar zijn, nou, dat had ik toch, het heeft me net even het duwtje gegeven waardoor ik er doorheen kwam, dus daarvoor ben ik er dankbaar. Mooie laatste woorden. Tim de Beste, dames en heren. Heel erg bedankt. Dank je wel, Tim. Dankjewel. Oh, gaat zo. De volgende staat al klaar. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hallo. Hi, Karin. Wat leuk. Ga zitten. Hoi. Welkom in mijn nedergestelp. Ik ben geen journalist. Nee. En ik heb ja gezegd. Ja. En ik dacht, kijk je ook helemaal niet wat van. Wat een onzin. Want ik hou er helemaal niet van om achter mensen te kijken. En als je iets niet kwijt wil. En ook niet om zelf geïnterviewd te worden, neem ik aan. Of wel? Nee, ja, ik zit liever daar. Ja, oké. Okay. Willen we wisselen? Ben jij zo'n vragensteller dan? Nee, eigenlijk niet. Nou, als iemand hier zit. Wel, als je met iemand gaat eten, heb je ook een gesprek. En dan kom je oké, maar dan zijn zij er niet bij. Nee, maar het maakt niet uit. Dan allemaal vrienden. Nou ja, ik wou je gewoon om te beginnen eraan herinneren hoe lang wij elkaar al kennen. Ja. En dat, weet jij nog welk jaar wij met elkaar gingen werken?
Nou, dat zal begin 70, nee, 73, ja, 68 had ik snippersnap gevuurd, dus ja, jaar 70, 71. 73. Ja, 73. Okay. En toen dacht ik, nou, voor de mensen die toen nog niet geboren waren, maar ik heb gezien dat er een heleboel wel waren al. even misschien een fragmentje om te laten zien hoe dat toen was. Oké. Okay. Heerlijke lach, dat is het. Heerlijke maar je staat nog lekker rechts naast, of niet? Heerlijke lach, in Nederland is onder zijn de mode. Maar lachen is toch net toch niet verboden. Dat is een heerlijke lach, ja. Heerlijke lach, oh ja, Nicole en Nicole. Nicole en Nicole. Nicole en Nicole. Hallo met vader. Ben jij de pa? Hallo met vader, wil ik mijn mocht plotseling eruit? Mijn papa, je lag er gisteren pas in. Het is de eerste oom Joop al die ik deed, hoor ik daar, hè? Ja, maar dat was het. Doet de revue Dag Dag Heerlijke Lach. Dat was een van de allereerste revues die Joop van Ende samenstelde. En waar wij dus elkaar voor de eerste keer tegen waren. Ja, dat was nog voor Corrie van Gorp. Ja. Want ik had het gevoel dat dit, ik weet niet precies hoe, maar... In ieder geval, dat was allemaal vrolijk boel. Mm-hmm. En jij was eigenlijk nog een heel verlegen jongen. Ik ben altijd bescheiden, ja. Ja, ja. Ja, je was eigenlijk net uit het ei. Ja. En ja, deed je bandnummers. Ja, dus dit is dan 10 jaar later. In 1964 was ik op televisie voor de eerste keer in Nieuw-Oost, ja. Ja. En altijd was het bandnummer, bij iedere show deed je het weer en nog een stuk erbij. En zelfs tijdens de show deed je er nog Ja, actualiseren, ja. Ik had dan thuis bandrecorder staan en daar nam ik het geluid op van de televisie. Want dat was nog niet zo geavanceerd als nu. Dus ik nam het geluid op van de televisie en dan de volgende dag plakte ik dat met de hand weer tussen die banden. Dan weer en dat is later eigenlijk een beetje doorgegaan in de Dik voor elkaar show. Dik voor elkaar show en de Animal Crackers en de Jaap Aap show en dat soort dingen, ja. 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 Ik heb altijd knippen en plakken, de techniek. Geluid heeft me altijd erg geïnteresseerd, ja. Ja, wat typisch eigenlijk, want nou ja, je bent gewoon het toneel opgedonderd, zeg maar. Nou ja, ik zat in de Stabbeltour. Anders was je misschien wel technicus geworden of zo. Oh ja, dat heb ik ook altijd. Ja, als ik het vraag aan mensen, als je geen artiest was geworden, wat was je dan geworden? Ik denk iets van, inderdaad, in het geluid, techniek. Ja, in een studio en plakken. Maar ik heb natuurlijk altijd, omdat ik met die bandrecorder werkte, en toen kwam Jo van den Ende met die revue, en toen pas ben ik zelf gaan praten. Maar voor die tijd had ik nog geen woord gezegd eigenlijk. Pas in die revue ging ik mijn eigen stem gebruiken. Ja, en je vond het doodeng, eerst in het begin. En toen kwamen ze allemaal met het idee, omdat men ontdekte hoe mooie stem je hebt, wilde iedereen dat je mooie dingen ging zingen, maar dat durfde je helemaal niet. Nee. Nee, omdat ik ben nooit zo overtuigd van mezelf. Dus andere mensen moeten er altijd heel lang over praten. Ja, zeggen, heel lang. Dat kan je wel, ja, ja. Dus het heeft ook heel lang geduurd, Erik, mensen zo dorst aan te spreken in de zaal. Goedenavond, dames en heren, zussen, zo, blablabla. Daarom verschool ik me altijd heel graag achter een typetje. Dus daarom heb ik ook mijn leven lang typetjes gespeeld met hoedjes en petjes. Want ja, dan ben je jezelf niet. En dan kun je ook veel meer zeggen dan anderen van Duin. Want dat wordt je natuurlijk allemaal aangerekend. Maar als je zo met Joop of als typetje of Simon Nijgaard of hoe heet het allemaal, dan word je veel vergeven van wat je zegt. Ja, inderdaad. En een heel goede aangever was natuurlijk Frans van Linschoten. Ja. De allerbeste van allemaal die je ooit gehad hebt. Ja. En er was ook zelf een typeur die ook heel veel stemmetjes maakte. Dat was natuurlijk een imitator eigenlijk. En daardoor, Frans en ik waren twee totaal verschillende mensen qua opleiding, maar ook qua doen en laten. En toch hadden we het op toneel altijd ontzettend leuk met elkaar. Ja. Met de revue, met de bus heen en weer rijden. We hebben ook verschrikkelijk gelachen altijd met Frans. Maar privé gingen we helemaal niet zoveel bij elkaar om. Nee, maar dat is toch natuurlijk met artiesten. Maar je zag elkaar zoveel, dus ja, dan privé thuis kwam je eigenlijk niet bij elkaar. Want iedereen denkt altijd dat wij nou dagelijks met elkaar in de kroeg zitten of wat dan ook. Ja. Maar dat is dus helemaal niet. Dat was natuurlijk vroeger wel zo. Toen je allemaal nog lang over had je artiestenpensioen en zo. Toen was dat een heel andere tijd als dat het, ik praat ook al over jaren 60, maar daarvoor dan nog. Ja. Dan bleef je over, de wegen waren smaller, je had geen telefoon. En nu rijdt alles maar heen en weer naar huis, toch? Ja. Dus daardoor kom je ook minder met elkaar in contact. Maar ja, dan inderdaad leren je elkaar toen misschien wel beter kennen. Zeker weten, natuurlijk. Ja. Iets te goed zelfs. Hè? Iets te goed, ja. Goed, kan ook wel gezellig zijn. Zeker. Maar ja, je bent eigenlijk naadloos overgegaan in de ernstige dingen. Dus ondanks het feit dat je eerst niet durfde, toch mooie dingen ben je gaan zingen. Ja.
En ja, je ziet toch wel dat iedereen het verschrikkelijk waardeert. En dan word je weer meer. Nou, het is de combinatie van. Hè? Ik ben nooit een zanger geweest en is dat mensen de hele avond naar mijn liedjes gaan luisteren. Dat heb nou, ik nooit gedaan. Misschien is het een idee. Ja, nou, dat zou mezelf even mensen toch wel een beetje lachen, denk ik. Dus, maar als je de combinatie kan maken van een beetje lachen en een liedje en zo. Nou ja, zoals de meeste cabaretiers dus doen. Ja. Ben een leuk. Toevallig gisteren was ik bij Brigitte Kaandorp. Fantastisch trouwens, een aanrader. Ontzettend leuk. Echt tranen in mijn ogen. Chicago? In Haarlem. Nee, met Brigitte Kaandorp. Met haar Brigitte. Ja. Met haar eigen programma. Nou, echt tranen in mijn ogen lachen. Zo vreselijk. En doet dat dus ook met haar. Heel veel leuke verhalen. En dan af en toe toch een mooi liedje ertussen met een mooie tekst. Ja. Nee, ik vind het ook inderdaad een idee. Want ik volg je niet iedere dag op de voet. Maar dat heb je niet gemerkt. Nee, maar dan toch dat zingen. Je zit een beetje in de knel nu, hè? Want je bent natuurlijk weer nu met Groen bezig, met Hendrik Groen. Ja, volgende week gaan we beginnen met nieuwe opname van Hendrik Groen. De tweede serie, tweede boek. En dat duurt dan mei en juni, geloof ik, 2 maanden of zo. En dan, dat wordt dan eind december pas aangezonden. En dan, er komt er niet veel van liedjes. Maar het ging ook niet zo, de grammofoonplaten zo, of de cd's, of hoe tegenwoordig. Nee, maar het is ook eigenlijk. Die zijn natuurlijk wat minder geworden. En maar ik zing af en toe nog wel eens een liedje. Ik heb heel veel mooie liedjes gezongen natuurlijk ook. En je kende Kees Hulst, waar je Hendrik Groen mee speelt. Ja. Die kende je al eerder door een toneelstuk. Van de Sunshine Boys, ja. Dat was eigenlijk de eerste serieuze. Dat was dat niet, ook weer niet heel serieus, want er zat ook wel heel veel lach in de, het was wel een serieus verhaal. Maar het was toch wel het toneelspelen in het theater. Ja. En wat daar natuurlijk aan is, dat net als bij de revue, kan je horen hoe de mensen het vinden. Want als je televisie doet, want zo Hendrik Groen, doodse stilte natuurlijk als je bezig bent. Ja. En je weet nooit hoe het publiek het vindt. Dat hoor je later pas. Daarom vond ik Hendrik Groen ook heel eng. Want toen we uit het opname waren, toen we bezig waren met de opnames, toen dacht ik ook, ik ben iets aan het doen wat ik helemaal niet kan. En wat ik ook helemaal niet ambieer. En volgens mij kan ik ook beëindigen. En volgens mensen vinden de mensen er ook helemaal niks aan. Tim Oliehoek, de regisseur, die zei, je moet het doen en zo. En ik had toch iets van, als je iets een tekst in je poten krijgt, dan ga je er toch iets van maken. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ik moest zo klein mogelijk en zo min mogelijk. Allemaal op de duur had ik het idee, ik beweeg eigenlijk maar helemaal niet meer. En je hoort mij ook helemaal niet meer praten. Maar omdat die cameralens van de filmkamer, die komt zo dichtbij, dan is het toch heel groot. Dus als je zo doet, dat is een ontploffing op een toneel, op zo'n beeld. Weet je wat, ze hebben er iets van. Mogen we het zien? Wakker was de enige. Even, ons proosten, wacht even. Kijk maar, de seconde wijs. We hebben ook 79 rode rozen voor Eefje besteld. Donderdagmiddag is de begrafenis. Afloop komen we dan bij elkaar, bij Evert, met witte wijn en bitterballen. Evie had een hekel aan cake, tenminste bij begrafenissen. Ja, mooi. Mooi, hè? Ja, dat vond ik ook. En toen ik het terugzag, toen Tim Oliehoek het dus gemonteerd had, en de muziek en dingen, en toen het allemaal terugkwam, en toen zat ik te kijken, misschien is het toch wel mooi. En toen kwamen dus inderdaad pas de reacties, want toen kwam het op televisie. En toen zei iedereen, wat is dat mooi, we genieten ervan. Nou, het is heel mooi gemaakt. Vond ik echt het is mooi van kleur. Ja. En het is inderdaad heel goed dat je niet zoveel mag doen van het team. Ja, klein ouwe. Maar voor iedereen geldt dat. En het is een heel stel ontzettend goede, begaafde mensen. Zeker. En ik mag ook meedoen. Ga je mee? Ja. Oh, wat heerlijk. Ja? Ja, mag. Wie ga je spelen? Ik ben, hoe heet ik ook alweer? Leontien. Leontien ben ik. Oh, Leontien. Ja, ja, dus ik word een goede vriendin van je. Oh, goed. Gezellig. Ja, daar ben ik heel erg blij. Oh, ik ben niet zo van je gediend, want je bent heel fantastisch. Daarom ben ik nu grijs. Ja, ga helemaal weg en zo. Lars, ik moet je steeds wegsturen, toch? Ik ben wel heel erg op je gesteld. Ja, opdringerig, En als je een beetje... dat vind jij dan. Maar als je dan een beetje zit te kwijlen, dan veeg ik het wel af, hè? Oh, heb ik nog niet gelezen. Ja, geloof ik wel. Nee, ik ben er verschrikkelijk blij om. Ja, nou wat gezellig. Ja. Nou, dan zijn even de cirkel weer rond. We zijn begonnen en wat leuk, hè? En er was natuurlijk ook nog even tussendoor, toen het schaap bezig was, dat je daar Petrus in de hemel was. Ja. Nou, daar hebben we geen stukje van. Nee. Maar je was daar Petrus in de hemel en iedereen zei tegen mij, joh, durf je met André van Duin te spelen? Want die doet altijd andere dingen dan wat er in het script staat. Ja, nee, maar dat mocht hij helemaal niet. Dat is natuurlijk zo, dat je dat graag doet. Ja. En dat is natuurlijk iets.
dat je moet wennen aan een regisseur waar je niks van mag. Hm. Want als jij bezig bent met een sketchje of zoiets, opeens krijg je de geest en dan houdt niemand je tegen. Nee. En dan doe je gewoon pats wat je in je kop hebt. Ik hou van improviseren en de mensen een beetje op scherp zetten. En onderling is het natuurlijk ook leuk om elkaar een beetje aan het lachen te maken. Maar ja, dat werkt alleen maar in een revue-achtige dingen. En natuurlijk niet maar als je duwde Corrie van Gorp het zwembad in. Nou, ze viel. Ja, en... ik heb het nog geprobeerd op te vangen, maar ja, het was klaar. En je hebt mij een schoen tegen mijn kop aan gegooid, zodat ik in de pauze... Oh, ja, 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 oh, ja. Ik moest in de pauze naar het ziekenhuis om het te laten hechten. Ja, ja. Sorry. Eindelijk is het gebeurd. Eindelijk heb je sorry gezegd. Maar dat was wel ontzettend grappig, want jij speelde daar een zangeres in een soort soepjurk. Ja. En je had hele grote... schoenen aan. Ja, met playback, schoenen. Playback nummer toch? Hè? Playback nummer deden we toch? Wat zeg je nou? Een playback nummer deden we toch? Ja, 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 ja. En ik was saxofonist. Ja, juist. Ja, ja. En met het korte rode haar zag je niet met dat het enorm samen, bloedde. Ja. Met Donald Jones samen, ik weet niet. Maar dat kan je dus nu in de nieuwe versies niet doen. Daar is hij. Ah, ik mag niet meer. Oh. Maar goed, we hebben even doorgesproken hoe het allemaal was. We zijn het eens, oké. Okay. Nou, schat, dan zie ik je volgende maand of zo. Ja, voor de film. Morgen misschien al. Dank u wel. Over de helft, één te gaan. Oké. Komt-ie aan. Ach, dat is toch niet waar. Hè? Want, nou, dat wordt een heel kort gesprek, kan ik nu al zeggen. Oh, waar zijn we aan begonnen? Ja. Oké. Okay. Waar ben jij aan? Ja. Nou, vind je zelf dat het gaat? Ik vind dat het heel goed gaat, maar dat is nu... ik krijg nu andere, want jij bent heel spraakzaam, dus ik ga niet veel meer zeggen, denk ik. Ik heb hulp. Oh, je lijstje? Ja. Oh. Wil je een kaartje trekken? Nee, ik begin gewoon... Heb je vakantieplannen? Nee. Nee? Nee, juist niet. Nee, want ik zei net, we gaan volgende week beginnen met Henry Groen. Dus de vakantie zit er voorlopig de eerste twee maanden niet in. En dan moeten we nog een filmpje opnemen met Jannie van Heijden. Met een bootje gaan we nog een dag of acht moeten we varen. Ook weer een nieuw televisieprogrammaatje. En dan gaan we wel met vakantie, want dat is geloof ik er pas in augustus of zo een paar dagen. Of mei of juli, weet ik veel. Wist ik al lang, maar goed. zonder waar ik nu wel wat dieper op inga. Wat me echt fascineert is... Jullie hebben de patent op, jij en je man Martin, om een vakantie te boeken, helemaal te regelen, tot in de puntjes verzorgd, betaald en dan niet te gaan op het allerlaatste moment. Ja. Ja, de voorbereiding is meestal leuker, dat het, zeggen ze altijd. Hè? Maar vaak komt het en dan gebeurt er iets. Of het is vaak dan lezen en is het ineens slecht weer. Of dan denk ik, dat is ook zonde van het geld, wat het kost allemaal. En je kan het allemaal afschrijven. Je hebt allemaal, annuleringsdingen. Dus het kost niks, dan laten we het dan beter. Dan schuiven we het op en dan gaan we een andere keer. Of in dit geval was ik ineens heel druk met de Dick van Mekaar show die nu op podcast is gekomen. En dat moest allemaal klaargemaakt worden. Zo, de vakantie liep ook een beetje. Daardoor zat een beetje in de weg, dus daar ging het ook weer niet door. Ja, maar sorry, één keer stonden jullie zelfs gewoon op het perron, de deuren van de trein gaan open en je zit met je koffertje en je draait om en je loopt terug naar huis. Was ik daarbij? Dat kan ik me niet herinneren. Echt waar? Ineens, spontaan. Oh? Wat gebeurt er dan? Ik kan me het hele voorval niet herinneren. Echt in de trein en weer terug? Nou, je was echt op weg naar het station. Letterlijk. Oh ja? Ja. Wat bezielt je? Ik heb geen idee. Ik heb vind het leuk om te reizen? Ik kan me helemaal niet... Wat er nou gebeurt? Is er iets gebeurd dan? Ja, nee. Nou, echt op alle laat. Nou, zo laat. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar ik ben niet zo'n fan van reizen. Als we reizen, en dat geldt ook voor Martin, bij je reizen graag met de trein. Ik vind vliegen heel vervelend, vind ik niet zo prettig. Ja. En varen ben ik ook geen fan van. Maar ik vind met de trein heel lekker, want je kan heen en weer lopen. En die trein, je ziet nog eens wat. En je kan na 3-4 uur rijden, stap je uit en dan ben je in het buitenland. Dan neem je daar een hotelletje, whatever. En dan ga je de volgende dag met een andere trein weer verder. En dat vind ik in die trein vind ik ook wel lekker. Dan heb je iPad bij of een boek of whatever. En dan... dat vind ik ook. Dat vind ik wel vakantie. Ik ben een treinvakantieman. Ja,
Ik ook. Hey, en gingen jullie vroeger als kind veel reizen? Of wat voor milieu kom je eigenlijk? Een arbeidersgezin. En mijn vader, we woonden in Rotterdam. En mijn vader was magazijnchef bij de Rotterdamse Drogenmaatschappij, scheepwerf. En wij gingen naar Hoek van Holland met vakantie, dus dat was vlakbij Rotterdam. Daar hadden ze strandhuisjes en dan huurden mijn ouders zo'n strandhuisje 2 weken. En dan hadden we 2 weken Hoek van Holland. Je bent het enigste kind? Ja. En heb jij contact met familie überhaupt nog? Nee, geen enkel. Nee? Ik weet ook helemaal niet of ik nog familie heb, nee. Wat dat betreft, dat is helemaal verzand. Ik zal ergens nog wel eens familie hebben. Dat moet eigenlijk wel natuurlijk. Ik moet er ergens ontstaan zijn. Ja. Nee, maar ik zou niet weten wie mijn... Nee, ik heb ze nooit ontmoet. Nee, op een gegeven moment is dat eigenlijk vanaf dat ik het huis uit ben gegaan. Toen ik 17 jaar was, of 18 jaar. En daarna heb ik eigenlijk geen familie meer gezien. Nee, ik was toch wel een grote familie. Want mijn moeder had 4 zussen. En mij is inmiddels allemaal overleden natuurlijk. Maar goed, die hadden dan toch wel weer kinderen en zo. Maar daar heb ik helemaal geen contact mee. Er zijn geen neven en nichten in het spel? En ik moet er zeggen dat ik er ook helemaal geen problemen mee heb. Want vrienden zoek je uit en familie krijg je. En ik heb op geen moment dat ik denk, oh, een tante en een oom of een neef die op de commissaire. Nee. Mm. En wij leven allebei in een tijd waarin er veel meer mogelijk is dan 40 jaar geleden. En nu denk ik eigenlijk, als je toch familie hebt... heel veel van mijn homovrienden hebben ineens kinderen. Of beginnen daaraan. Of hebben in ieder geval de kans om dat te overwegen. Heb jij ooit kinderen gewild? Nee. Nee? Nee. En ook op dit moment. En Martin ook niet. We hebben geen moment dat ik denk van... God, zou het leuk zijn als we nu toch kinderen... En er zijn, ik ken heel veel mensen die hebben dus ook kinderen. Homovrienden. Maar ik ben er geen moment dat ik denk... Ik denk alleen maar, waarom heb je dat godsnaam gedaan? Waarom wil je dat? Waarom neem je zoveel zorg op je nek? Het is niet van jezelf. Ik begrijp wel, een vrouw kinderen wil met hormonen en toestanden. Ja. Maar gewoon kinderen die niet van jezelf zijn en die opvoeden en dan alle zorg. En daar kom je ook nooit meer vanaf. Nee, het blijft maar vragen. Hè? Dus nee, ik heb nooit. En ik vind de vrijheid die wij genieten. En je kan doen en laten wat je wil. En dat mis ik in ons geval helemaal. Kinderen niet. We hebben heel veel vrienden en kennissen. En ik heb geen moment dat ik denk van, goh, het zou toch wel leuk zijn als we nu kinderen in huis hadden. Nee. Ja, nee. Oké. Als je zegt van, ik kan doen en laten wat ik wil. Heb jij ooit een moment gehad dat je dacht, nu ben ik met pensioen? Nee, dat zou ik ook niet willen, want ik denk juist dat je een beetje bezig blijft. Leef je ook gezonder, hè? Want dan heb je ook een beetje zorg. Je moet toch een beetje zorg hebben, omdat je denkt, 's morgens als je opstaat moet je een reden hebben om op te staan. Ik moet vandaag dit of dat doen. En ik denk dat die stok achter de deur toch wel zorgt dat je ook gezond blijft. Nee, ik vind het wel juist wel heel... Ik zou niet met pensioen willen gaan in de zin van... dan ga ik ergens op een eiland zitten of in het buitenland in een huisje... en daar zit ik dan te zitten met een stapel boeken. Nee, ik vind juist dat we nu aan het doen zijn zo lekker een beetje... En ook af en toe een paar dagen weg. We hebben de woonboot, gaan we lekker naar de woonboot. En we wonen in Amsterdam mooi, we hebben een mooie tuin daar. En ik vind Amsterdam geweldig. Er gebeurt de hele zomer is er van alles te doen. Ja. Zijn terrasjes vind ik leuk. Ik vind... nee. Maar er moet een moment geweest zijn dat je op een gegeven moment dacht, nu ga ik het rustiger aandoen. Desalniettemin gedwongen, omdat je gezond, het ding wat je doet niet meer hip is. Nou, laten we het hebben over de revue. Oh, ja. Ja, daar ja, nou, ben ik al heel lang, heel lang geleden mee gestopt. Hè? Dat is al lang geleden. Ja, maar dat is echt 20 jaar geleden, een groot ding als je daarmee ophoudt. Want dat is iets wat helemaal over jou gaat. Ja, maar ja, toen zijn we overgegaan van de revue van theater. En toen we deden al televisie. En toen zijn we eigenlijk alleen maar televisie gedaan, een jaar of 10 lang. Met alle meer schetsjes, maar niet meer de revue in het theater. En toen zat er tegelijkertijd de Dik voor Mekaar show. En toen kwam de Animal Crackers, de Jaap Aap en andere dingen. Dus ik ben wel altijd bezig geweest, maar niet met die revue. Die revue hebben we op een gegeven moment afgesloten, ja. Ja. Omdat ik het niet zo leuk vond. Het hele land door met zo'n bus. Ja. En dan weer naar Venlo en Helmond, maar god. Ja, dat mag je dan eigenlijk niet zeggen. Zo van, ik heb geen zin meer in dat reizen. Maar reizen, dat is ja. Het natuurlijk wel. Ja. Ja. En je hebt ook een keer gezegd van, op een gegeven moment moet je ophouden met... dan heb ik het over meneer Wijdbeens. Mm-hmm. Heeft hij een voornaam, meneer Wijdbeens? Ja. Ja?
Jan Wijbeens. Oké. Okay. Ik mag Jan zeggen. Zeg ja, oh, oké. Okay. Nou, Jan. Hè? Je zei van op een gegeven moment moet ik daarmee ophouden, want dan wordt het een beetje gek. Nou, ik vind dat je moet, tenminste, wat ik dan deed in mijn genre met opinopitjes en te korte broek en zo. Het moet niet zielig worden. Het moet wel leuk blijven, maar het moet niet zielig worden. En ik heb heel veel oude komieken gezien die dachten van, nou, doe dat nou maar niet meer. Het was zo mooi wat je deed en dan ga je dat nog, blijf je dat maar doordoen. Of kan je een voorbeeld iets noemen? Anders doen? Nou, dat zijn Belgische komieken die gingen er heel lang in door. Gaston en Leo, Gaston ging dan dood en ging Leo een hele tijd nog door. En met heel gek doen, en dacht ik, nou, doe dat nou maar niet meer. Het was zo mooi. En dan vond ik het een beetje zielig voor. Dan denk ik, dat is eigenlijk een grote voorbeeld geweest. Dat ik dacht van, nou, dat moet ik dus niet gaan doen. Op een gegeven moment moet je daarmee stoppen. En dan heb ik dus het geluk gekregen dat ik andere dingen ben gaan doen waar ik voor gevraagd werd. Ja. En wat ook een succes werd. En waar dat mensen eigenlijk net zo mooi of misschien nog wel mooier vonden als wat ik gedaan heb. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel krediet opgebouwd bij de mensen. En dan, ik heb al heel lang geoogst of gezaaid en nu ben ik aan het oogsten. Ja, maar dan nog even terug, want op een gegeven moment, ik was erbij dat hij deed voor een gelegenheid, trok die meneer Wijdbeens weer uit de kast. En ik zat in de zaal en er ging echt een golf van soort liefde door die zaal heen. Herkenning en van, oh, daar is die weer. En het was hartstikke goed en ook nog eens heel knap en grappig. Nou, genoeg met complimenten. Dat voelde jij dat zelf ook? Wat er dan gebeurt. Ja, je bedoelt daar vorige week? Ja, dat was om Simone Kleinsma een tribute te geven. Ja. Deed hij nog een keer met meneer Wijdbeens. Nou, dat was niet meneer Wijdbeens, maar ik was gewoon een typetje. Ik had gewoon een hoed en een jas. Er was niemand. Ik had een hoed en een jas. Ik had een hoed en een jas en een brilletje. Gewoon. Wat die man heeft, heb ik ook geen naam gegeven. Gewoon een typetje. Maar ja, mijn typetjes leken allemaal op elkaar. Die waren niet zo heel verschillend. Okay. Meestal een man met hoi, 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 en een brilletje. Dus, en dan is inderdaad, dan kom ik op en dan heb ik het de tijd niet gedaan. En dan voel je inderdaad die mensen. De eerste grap vertelde je meteen lachen. En ik denk, oh ja, zo was het. Ja, oh ja, zo was ja, het. Ja, gaat er dan toch wel weer iets kriebelen? In die zin niet dat ik weer naar Venlo en Helmond wil. Maar ik zeg niet dat ik nooit meer theater in ga, want je moet nooit zeggen. Maar toevallig had ik het er gisteren met Brigitte Kaandorp ook over. Ik zei, misschien gaan we wel eens doen, maar dan alleen Amsterdam en Rotterdam en Den Haag of zo in Utrecht, die grote plaatsen, maar niet meer dat hele land doorreizen. Ik heb dat hele land zo vaak gezien en dan 's middags om 3 uur weg en dan 's nachts weer laat thuis en dan je hele dag is, je doet niks meer verder, moet je 's avonds, joh, maar je moet alweer weg, ja, moet weer naar Venlo. Ja, maar zeg, ik maak een show met Brigitte en we doen het 10 keer in Amsterdam, 10 keer in Rotterdam. Ik zeg niet dat ik dat ga doen, maar dat, nee? Dat zoiets zou bijvoorbeeld, ja. En zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, als je nog, stel je mag nog beroepsmatig 1 ding doen. En dan heb je 2 jaar de tijd voor en de mogelijkheden zijn onbeperkt. Nou, dat ben ik nu eigenlijk aan het doen. We zijn bezig met de Dik voor Mekaar weer aan het opstarten. Dat doen we dan via podcast. Is dat je dat ging zeggen? Ja. Nou ja, daar zijn we net mee begonnen 2 weken geleden. En dat is nu alweer een groot succes. En heel veel wordt het gedownload. En dan gaan we pas in september eigenlijk mee beginnen. Want nu doen we dan een beetje een compilatie van de oude dingen erop samen met Ferry de Groot. Ja. En dat is dan zo'n ding dat ik denk, ja, en dat is dan een nieuw soort radio, podcast, omdat je helemaal vrij bent om te doen laten wanneer je het wil, hoe lang je het wil doen en welke frequentie je het wil doen. Dus dat vind ik wel een hele prettige manier om, en dat is ook lekker, kan je lekker thuis doen. Ik hou van dingen lekker thuis doen, in je eentje of met z'n tweeën, met Ferry de Groot of met iemand anders. Maar in ieder geval niet dat je dus zo'n heel circus achter je de kar moet trekken om een heel circus mee te nemen. Dat ga ik niet meer doen. Nee, oké. Okay. Helder. Ik wens je heel veel succes. We hebben nog 20 seconden. Zullen we een liedje zingen? Je mag het, hè? Ja. Nee, oké. Okay. Nou, ik ben er wel doorheen, jongen. Ja. Echt, ja. Nou, ik hoop dat je net als de anderen wat... Dames en heren, Frank Houtappels. Ja, Frank Houtappels, dames en heren. Kom mee. Ik hoop. Ja, ook mee. Ook mee. Of jij in die hoek wil gaan zitten. Oké, gaan we evalueren. We gaan evalueren. Ga naar de overkant. Nee, jij moet naar de overkant. Okay. Zo, ja. Zo, oh. Nee. Zo. Nou, het zit erop. Ja. Nou, het was geen inspanning. Het was gezellig. Ja. In die zin, het was niet dat ik dacht van, nou, ik zou blij zijn als het om is. Nee, het was heel gezellig. Gewoon mensen op visite en ja, daar al 2 mensen die ik heel goed ken. Dus, nou, ja, u wist van de kille operatiekamer een warme huiskamer bijna te maken. Ja.
Nou ja, dat weet ik niet, maar het, ik vond het in ieder geval een prettig gesprek. Zoals mooi. We gaan eens even langslopen. Ja. Tim, ik zei, wat doe je nou als hij na 3 minuten zegt, daar ga ik niks over zeggen. Maar het gebeurde precies andersom. Ja. Hij zei eigenlijk... VVD! Ja. Ja. Maar ik ga niet nou de een van de interviews meteen ontzetten. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet dat u er enorm mee te koop loopt. U gaf als antwoord eigenlijk elke jaar. Als je dat wil weten, geef er ook antwoord op. Ja. Laat ik het even toch één stapje verder brengen. Stel je voor dat de VVD, die heeft dit interview ook gezien. Hm? Die knippen hier een stukje uit en die zetten vanavond in een tweet. En dat ding wordt 1000 keer geretweet. Hm? Van Duin stemt VVD. Ja, nou, leuk, een goed idee? Ik denk niet dat er zoveel mensen van op horen. Denk ik, nou ja, als je als politieke partij de populairste Nederlander tot je stemmer kan bombarderen, lijkt me... Ja, nou, het ligt er hoe ze doen. Je moet geen reclame mee gaan maken in de zin van hij doet het, dus nee, doe het ook maar. Maar de vraag is even, zou je het prettig of onprettig vinden? Ik vind, anders had ik het hier ook niet gezegd. Nee. Oké, okay, helder. Tim, het was wel knap, vond ik, van je, want je moest dus even schakelen. Want de antwoorden waren anders dan je gedacht had, neem ik aan. Oh, nee, maar nou ja, ik had niet wel heel erg bedacht van, ik denk dat dat dit wordt. Ik had wel een idee. Ik dacht wel dat je bewuster een keuze had gemaakt om dingen op de achtergrond te houden. Nee. Maar toen dat niet zo bleek te zijn, kon ik nog steeds dezelfde vragen stellen wel. Nou zullen er best wat activistische homo's in Amsterdam zijn die zeggen... ja, wacht eens even, die Van Duin zit dat te relativeren. Die zegt daar, aan de hand van social media zien we nu meer... maar het is maar zeer de vraag of het wel meer is, dat geweld. Ja. Ik denk dat er veel mensen die dat anders zien, dat... Dan ga ik heel ver terug, maar ik bedoel, in de tijd van in de geschiedenis... in de Romeinse tijd wil je ook niet weten wat er allemaal gebeurd is... hoeveel mensen er omgebracht zijn en zo. Maar daar hoorde je niks van, dus ik denk dat het altijd geweest is. Ja. Maar dan komt toch in de buurt bij het punt wat Tim maakte. Kijk, het is niet nergens gevraagd om over meteen de barricade op te gaan. Mm. Maar ten opzichte van het relativeren van het anti-homo-geweld... Ik relativeer het niet. Nou ja. Ik heb alleen maar gezegd dat het nu veel meer bekend is en dat je het veel meer hoort. En ik heb ook gezegd dat ik natuurlijk tegen ben en dat het verschrikkelijkste wat allemaal gebeurt. Maar dat geldt in dezelfde mate voor heteroseksuelen. Kun je overal naar Amsterdam met Martin hand in hand lopen? Ja, met vrienden en zo. Als we elkaar uit elkaar geven, we krijgen ook allemaal een kusje. Oké. Okay. Okay. Tim, even jouw ik zou niet zeggen dat je het in alle buurten kan doen, maar dat geldt voor de hele wereld natuurlijk. Ja, je komt in bepaalde wijken niet, begrijp ik. Nee, bepaalde wijken. Nou, daar kom ik niet bewust niet. Maar ja, wij leven meestal in het centrum, ja. Ja. Tim, even terug. Even, kijk jezelf terug. Ik vond het heel leuk. Ik merkte ook wel dat ik... dat is wel, André is wel echt iemand die... Je gewoon meteen heel aardig, lief misschien wel bijna vindt. En waar je dan ook meteen denkt, oh nee, maar ik ga dit allemaal niet doen. Ik wil gewoon dat het gezellig is. Ja, heel erg dat. Zo van, oh ja, nee. Ik hou altijd wel van de gezelligheid. Ik hou niet van ruzie in ieder geval. Ja. Ja, maar ik denk dat mensen jou ook gewoon niet zo... Niet dat er nou heel erg reden is om jou hard aan te pakken. Maar dat is ook iets wat je helemaal na 1 minuut al niet meer kan. Hm. Maar je wilde het wel, hè? Nou... Je zei, ik begin lief. Ja, en dan ga ik, en toen dacht ik, en dan? Maar dat dan, heb ik wel een beetje gedaan. Maar toen kreeg ik al heel snel gewoon een antwoord. Toen dacht ik, oh ja, ik ben eigenlijk al klaar. We gaan naar Carrie Teffsen, het tweede gesprek. De onderligger daar was natuurlijk, jullie kennen elkaar lang. Er zijn meerdere mensen die je lang kennen. Maar tegelijkertijd kennen mensen je vaak meer lang dan goed. Dat is juist. En de vraag is even, dat is ook een beetje een draad die door de 3 gesprekken heen ging, is... doe je dat bewust? Dus je kan bijna lang mensen aan je binden, met warme gevoelens, tot je over de vloer krijgen. Maar echt dichtbij laten is een ander verhaal. Nou, dat vind ik, dat geloof ik niet. Nee, mensen waar wij intensief mee omgaan, die kennen we elkaar. We gaan met heel veel mensen op vakantie ook en zo. Ja, dan leren we elkaar wel kennen. Als ze doorgaan, die vakanties. Als ze doorgaan. En dan, maar laat ik wel een ander voorbeeld noemen. Ik begreep het verhaal dat je dan wel eens dinertjes thuis organiseert... En dan nodig je je meest intieme... En dan nodig je intieme vrienden uit. En dan krijg je het voor elkaar om in je eigen huis... de hele avond allemaal rollen en typetjes te doen. Dus heeft niemand eigenlijk de echte André van Duin gesproken... want dan blijkt jij in staat zijn om de hele avond te vullen met typetjes. Echt waar? Ja. Echt waar? Nou, dat ben ik me niet bewust. Nee, want bij eigen dinertje niet? We hebben vaak met de partner... Nou, toevallig nu gaat het niet door, omdat het met die Henry Groen zit er weer tussen. Dus we hebben de Pasen altijd een Sjoelbak toen bij ons thuis. En dan komen er altijd een mannetje of 40. En met de kerst zijn er altijd een mannetje of 60 met de kerst aan. Met de verjaardagen en zo. Nou ja, allemaal dat soort dagen. En dan heb ik niet de indruk dat ik anders ben. Dan goed, dan Carrie, we gaan naar jou. Ik doe zeker geen typetjes, want ik doe nooit geen typetjes. Laat ik die hier parkeren. Privé. Privé. Ja. Carrie. Je was een beetje zenuwachtig. Hoe moet ik dit allemaal doen? En op de rand van spijt van ja, zeg tegen dit programma. Ik zet iets zwaarder aan. Maar ik had wel het idee dat naarmate het gesprek voordat dat het van je afviel, toch?
Ja, maar het bleef toch aldoor wel hetzelfde gevoel. Ja. Dat we kennen elkaar goed genoeg en meer hoeft eigenlijk niet. Nee. En dat heeft hij aan zich en dat heb ik zelf ook. Een bepaalde privé die je altijd toch een beetje om je heen houdt. En daar hoef ik niet achter. Maar we hebben wel een hele leuke tijd gehad. En iedere keer als we elkaar zagen, weer meestal door werk. Ja, dan was het weer leuk en dan klopte het allemaal weer. En we hebben we vinden elkaar goed in het vak. En zo gaan we maar een poosje door. Ja, dat is wel een voorwaarde. Ook dat elkaar echt goed vinden. Dat geeft dan ook dat die... Ja, nou ja, je volgt, maar dat is fijn. En daar je volgt elkaar ook natuurlijk. Leuk elkaar en Arcadio is ook een grote succesformule. Achter elkaar het ene succes naar het andere gehad. Dus ja, dat volg je allemaal. Dus eigenlijk ben je elkaar niet uit het oog. Je ziet elkaar sowieso natuurlijk op televisie. Op premières of zo. Ja, ook. Ja. De derde, Frank. Laat me even bij jou beginnen, André. Wat dacht je toen hij zijn hoofd zo schuin om de hoek deed? Ik denk nee, hè. Ja? Nou, ik ken Frank natuurlijk heel goed. Helemaal niet zo lang, want we kennen elkaar helemaal nog niet zo lang. Ik geloof pas een jaar of drie, vier. Vier jaar. Maar dat is heel intensief geworden omdat we elkaar over de vloer komen. En hij ook met zijn man. En dan gaan we eten. En zijn we op vakantie geweest? Nee, hè? Nee. Maar in ieder geval, we komen elkaar heel vaak tegen. En dat zijn dus gewoon hele goede vrienden geworden. En ik geloof wel dat we elkaar wel kennen, ja. Ja. Frank, je werd aan het eind wat onrustig, want toen was je echt door je vragen heen. Maar daarvoor zat echt wel een gesprek. Hoe vond je zelf dat het liep? Ik vond het eigenlijk best ingewikkeld. Ja? Omdat wij inderdaad... Ik spreek Martin, zijn man, nog vaker. Maar als ik ergens jeuk heb, bel ik daar al mee. Dus het zit heel dicht op elkaar. En we wonen ook nog eens op hele korte afstand. Dus je ziet elkaar eigenlijk heel veel. En er is weinig onbesproken. Dus moest ik echt naar op zoek. En als we nu even terugkijken op het interview, is het geslaagd? Geslaagd of niet geslaagd, het is wat het is, hè. Het is geslaagd als de mensen denken dat het... Ja, als mensen denken van, nou, daar heb ik me mee geamuseerd. En het is een beetje balen als ze straks zeggen van... Nou, die 12 minuten met die houtappels, dat was echt... Mag ik even weg? Dan is het mislukt, ja. Ja, maar dat is van jammer dat hij dat daar niet eens een keer gevraagd. Wat ik ook wel spannend vond, is de laatste vraag was natuurlijk ook... wat zijn nog, hè? We hebben een ongelimiteerd budget, 2 jaar de tijd, wat zou je willen? En het fascineert dat je dan met die Dik voor elkaar show komt. Dat is natuurlijk iets wat enigszins onder de knie zit. En daarvoor is het gesprek natuurlijk ook gegaan over dingen die je nieuw bent gaan doen, die eigenlijk voor jou lastig zijn. Bijvoorbeeld de regisseur die je geen ruimte geeft, die zegt, maak het klein. Daarmee, door dat te overwinnen, want hebben ze hiervoor moeten overtuigen, ben je natuurlijk op een hele nieuwe, bijzondere manier, heb je een nieuwe lijn in je carrière weten maken. Maar als dan de vraag komt, wat zou je nog willen met een ongelimiteerd budget, verval je meteen terug in iets wat je al heel goed kan. Ja. Maar ja, dat we dus weer opnieuw opstarten. Maar ik heb geen dingen die ik nou... ik zou niet weten wat ik zou willen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik heb natuurlijk alles wel eens een beetje gedaan. Ja, maar dan dacht je misschien ook van serieus acteren dat je dat... Nou ja, maar dat heb ik dus al een paar jaar gedaan nu. En het enige wat ik nog nooit gedaan heb is een musical. En daar betaal ik ook niet zo naar, want dat is geloof ik 9 voorstellingen in de week. En dat is heel veel. Dus daar heb ik nou helemaal geen zin meer in. Dus ik heb geen echte wensen, nee. Dus ik denk, als ik morgen kom te overlijden, dat ik een heel tevreden leven achter me laat, ja. Maar zeg je mee, als je musical niet 9 dagen in de week is, een klein rolletje en een paar keer in de week, zou dat ook nog wel heel erg leuk zijn? Nee, want je moet toch met die bus. Nee. Voordat je het weet, sta je in Venlo en Helmond. Ja. daarmee zijn we aan het einde gekomen van een hele bijzondere middag. En dames en heren, zou ik heel graag een warm applaus willen van niemand minder dan André van Duin. Oh, dank u wel. Nou, dank u wel. Geef maar een warm applaus. Fijn dat u er was allemaal, dat u de moeite heeft genomen om hier naartoe te komen. Geef je onze 3 interviews nog even een warm applaus. Zeker. Dank jullie wel. Kom even staan inderdaad. Dat applaus voor jullie. Dank jullie wel. Blijft u nog even bij ons aan de bar. Praten we graag met u na. En ik vertel u ook nog even dat de laatste van het seizoen, dat is over een paar weken al, daar komt hij aan, let op. Sigrid Kaag, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, zal onze laatste gast van het seizoen zijn. En dan volgend jaar vanaf september zijn we weer terug. Dat was het voor nu. Dank voor uw komst en graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. APPLAUS